Hey, Kevin. Je bent gelukkig ontsnapt. Wat deed jij op de gamefabriek waar jij zogenaamd nooit komt? Hetzelfde als jullie, denk ik. Oh ja? En wat is dat dan? Misschien dat jullie iets zochten? Dit misschien? Oké. Voordat ik jullie dit laat zien. Sylvia mag echt nooit weten hoe ik hier aan ben gekomen, oké? Wat is het? 3 keer raden. Oké. We beloven het. Kamikaze versie 3.6? Kom je eraan? Ja, ik ben tijdelijk even vriendjes geworden met een jongen van afdeling Research and Development. Die sukkel. Ja, die. Ja, slordige jongen. Hij had dit gewoon in zijn kantoor laten slingeren. Hoe bedoel je? Even vriendjes geworden. Waar came van? Van die gala-presentatie van Robotrotters, waar jullie dus niet meer naartoe mochten. Oh, en hoe kwam jij aan een uitnodiging? Heeft mijn vader voor me geregeld. En dit vertel je nu pas? Ja, jullie wilden niet dat ik me met dit onderwerp ging bemoeien. Ach ja, doe je het gewoon achter onze rug om. Ja, kan ook natuurlijk. Ja, en jullie dan? Jullie hebben toch ook tegen mij gelogen? Jullie hebben me zelfs geschaduwd. En niemand heeft mij verteld dat Kevin vandaag in de gamefabriek zat. Dat is ook weer waar natuurlijk. Dus ga je gewoon op je eigen houtje die CD-ROM jatten, zonder dat wij er iets van weten? Wat wil je daar nou eigenlijk mee bereiken? En moet je eentje die zaken plossen? Zodat wij zeggen, goh, wat knap Maya, je mag blijven. En Lara, heb je Lara al gevonden? Dames en heren, hier is ze. Ja, ik wil gewoon dat jullie me vertrouwen. Ja, ik begrijp best dat jullie balen dat ik er zo mee ben bijgezet, maar ik wil gewoon met jullie samenwerken, oké? Kevin? Van mij mag ze blijven. Jullie? Van mij ook. Nou, je was toch al begonnen. Nou, zullen we maar gaan kijken wat erop staat, hè? Hey, een mailtje van ons geheime vriend. Vindt Lara voordat zij haar vinden. Ze is nog altijd verdwenen dus. Waarom moeten wij haar vinden voordat zij haar vinden? En wie zei zij? De gamefabriek? Dat lijkt me wel, ja. Nou, zullen we het spel gaan doen? Ja, let's go. Yes! Toppertje, Maya. Jaar of 15, blond. Van jouw internaat. Ja, weet ik veel. Meindert of zoiets. Hoe bedoel je, dat weet ik niet. Hij is dus verdwenen. Ja, dat is dus de tweede keer en dat is 2 keer te veel, hè? Zeg, hoeveel betalen wij jou eigenlijk? En Lara, wat weet je van haar? Luister, Karel. Als het fout gaat, dan hang jij. Dat besef je wel, hè? Precies. Reken maar. Ja. Dag, Karel. Zullen we gaan? Kevin. Huh? Je bent al meer dan 2 uur bezig. Ja. Heb je iets gemerkt? Wat? Of dat spel iets met je doet? Nou, Ja, wat bedoel je, ja of nee? Nou. Hé, hey, dat moet je niet doen, man. Straks crasht het hele systeem. Voel je iets? Nee, ik voel niks. Weet je zeker? Nou, weet je wat wel te gek is? Dit spel is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Grafisch loopt het al 2 jaar achter. De omgevingen zijn niet eens interactief. En toch is het leuk op een of andere manier. Weet je zeker dat je niks voelt? Nee. Oké, morgen verder, ja? Ja. Kom. Kev. Je moeder is vannacht langs geweest. Je hebt gespijbeld. Straks krijgen we je vader hier ook nog over de vloer. Kevin, kom op nou, man. Oké. Je zal wel weer gelijk hebben. Hey. Hey. Ben je laat? Is er nog Bami? Ja, er staat Nassie in de magnetron. Maar ga eerst eens even zitten.
Wat? Ga eens even zitten. Zeg, ik heb zo'n 3 kwartier met je moeder aan de telefoon gehangen vandaag. En jij spijbelen en ik om het donder krijgen, dat kan natuurlijk niet, hè? Maar ja, ze heeft ergens wel gelijk, want ik heb je ook verwaarloosd de laatste tijd. En dat is stom. Dus... ik heb met je moeder afgesproken dat ik de komende tijd 's avonds wat vaker thuis ben. En dat ik wat meer tijd met je ga doorbrengen. Hè, bijvoorbeeld dvd'tje kijken of spelletje doen. Naar de film een keer, leuke dingen doen. Vind je dat wat? En dat spijbelen is dus voorbij, oké? Je gaat meer tijd aan je huiswerk besteden en dat ga ik controleren, hoor, jongeman. Hebben we een deal, Kevin? Kevin? Hè? Hebben we dat afgesproken? Oké, ja. Oké. Nee. Ik pak je nasie. Hé, ga nou even zitten, joh. Zo kan ik beter nadenken. Ja, nou, dat kan toch ook zittend? Laat me nou even staan. Dat is dom. Hey. Vroeger maakte hij me nog wel eens in. Hey, ga even zitten, man. Hey, pa, als je weg wil, moet je gewoon gaan, hoor. Wel, nee, ben je gek? Nou, ik ben niet in vorm. Ach, kom op, joh. Je mist gewoon een beetje wedstrijdritme. Nou. Als je liever bij Evelien wil zijn, dan moet je gewoon gaan. Nee. Dat zeg je alleen maar omdat het van mama moet. Helemaal niet. Evelien en ik hebben besloten om een tijdje rustig aan te doen, pas op de plaats te maken. Het ging er allemaal een beetje te hard. He, ze heeft ook net een relatie, bla bla bla. Volwassenen gezeur zal ik jou niet meer lastigvallen. Nou, hey, doe je nog wat? Ik ben moe, ik ga slapen. Zullen we zeggen remise? Oké. Trusten. Wel trust. Je hebt hier niet weer de hele nacht gezeten, hè? Nee, ik kon niet slapen. Je kijkt een beetje raar, weet je dat? Ja. Volgens mij kan je beter stoppen. Kevin. Ja, je hebt gelijk. Ik ben naar school ook. Kom je nog terug vanmiddag? Ja, want ik wil uitzoeken wat er met het spel aan de hand is. Kevin! Ik had me nog niet omgedraaid of hij zat alweer te gamen. Ik moest hem echt bijna de deur uittrappen. Werd hij agressief? Nee, dat niet. Jongens, even over Lara. Hoe vinden we haar? Via dat internaat zou ik zeggen. We zouden moeten kijken of er leerlingen zijn die iets van haar weten. Wel, ik wil doen. Nou, ik ook. Goed, geregeld. Oké dan, kom je? Daan, wat doen we met Sylvia? Wat? Nou, Sylvia die verwacht dat hotnieuws.nl straks vol staat met allemaal leuke dingen. En volgens mij hebben we nog helemaal niks. Je hebt je modereportage, je problemenrubriek. Nou, nee. Kas, die karate. Sorry, ook niet. Ze heeft gelijk, we kunnen niet alleen met de gamefabriek bezig zijn. Nou, ik heb nog wel een paar leuke ideetjes. Oké, cool. Nou, kom je? Wil je ze niet horen dan? Jawel. Kom er nou even bij, Daan. Het zijn goede ideeën, of niet? Ja. Volgens mij heb ik niet meer jaloers te zijn, hè? Pst, nee. Was ik toch wel niet, hoor. Ze mag toch wel goede ideeën hebben, maar hoeft ze niet de hele tijd de baas te gaan zitten spelen. Dan hoeft het gewoon niet meer. Ah, weer eens wat anders. Girl power. Normaal. Anders speel jij altijd vette baas, hoor. Niet waar. Echt wel? Stap er maar in. Ja hoor. Ja,
Moet allemaal wel nu. Ik vind het eigenlijk ook wel steeds leuker hier. Ze hebben alleen wel ontdekt dat ik Lansdorf heet in plaats van Leeuwenstein. Dat het de naam van mijn moeder is. Ja, ik denk het wel. Maar ik ga jou nu even ophangen. Ik bel jou straks even terug. Is dat goed? Ja, oké. Doeg.